Wat voor mij belangrijk is om uit te leggen is dat we ook heel veel tools hebben waar mensen mee zelf kunnen bepalen hoe ze hun privacy inregelen en zelf kunnen bepalen wat Google wel en niet van ze mag weten. Deze medewerkers van Google trekken met hun caravan door verschillende Nederlandse steden en dorpen om gebruikers te informeren hoe ze om moeten gaan met hun privacy. Mensen in Nederland vinden privacy heel belangrijk. Hè? Dus als je dat, er is een groot onderzoek geweest en volgens mij is Nederland nummer 2 van de wereld waar gezocht wordt naar privacy. Maar als je kijkt naar hoeveel mensen gebruik maken van de tool in Nederland, is dat nog relatief laag. Hoewel het door de wekelijkse markt op woensdag druk was in het centrum, liepen er maar weinig mensen richting de caravan van de Google Privacy Tour. Ik gebruik vaak mijn Google-account en dat soort dingen. Ik dacht, nou, ik zie er toch staan over privacy. Dus ik dacht, ik kijk even hoe het nou zit met mijn privacy en dat soort dingen. Want ja, ik vind het altijd wel interessant. Ik ben zelf ook bezig met ICT, dus ik vind het wel leuk. Nou, ik vind het zelf heel belangrijk. Ook vooral omdat we het een beetje vergeten. Hè? Het privacygebruik van ik vind het allemaal wel best en het zal allemaal wel. Maar uiteindelijk vind ik het toch wel belangrijk dat mensen wel of niet kunnen zien waar ik op het moment ben en of ik dat wel of niet wil. En toch weinig belangstelling. Wat vind je daarvan? Ja, ik denk dat het vooral heel erg komt omdat de mensen niet echt goed afweten of heel erg bewust ervan zijn van hun privacy. Het is echt een heel erg kostbaar iets, vind ik, in deze tijd. Waar vooral echt internet een hele grote rol in ons leven speelt. En daarom vind ik juist privacy wel belangrijk voor dat soort onderwerpen.